Oh, wat de hel? Die vent die is eigenlijk gewoon een frituur, gek. What the fuck? What the fuck gebeurt hier dan? Kom. Hallo Tiny Pingwings. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Dying Light aflevering. En wellicht één van de laatste afleveringen, want we beginnen al langzamerhand naar het einde toe te gaan, dames en heren. Helaas, het is waar. Maar ik ga het niet alleen beëindigen, want we gaan natuurlijk verder met Sjoerd Bogers. Linkje van zijn TikTok staat daadwerkelijk beneden in de beschrijving. Ga er even op klikken, ga hem even volgen op TikTok. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal. En dan moeten wij naar het onderstation. Betreed het onderstation. Dus dames en heren, ik weet het wel voor ons eventjes wat lang geleden, maar ik weet wel dat de vorige aflevering relatief hectisch was. En dat we geen sleutel konden vinden, of een pasje moesten we vinden. Ja, ook dat. Oeh, shit. Oh my god. Ik hoop niet dat ik daar ook ga nu, want... Ja, ik val. Kak. Ik ben gevallen. Ja, dag! Verdomme, Mike. Ik leef nog wel. Kan ik niet anders ofzo? Als ik een beetje hier sukkel. Ja, what the fuck. Weer klimmen. Jee. What the hell. Zo, wee. Hoppa. Strike. Hoofdje eraf. En gaan. Hey, yeah. Via de rotsen daar? Ja, ik weet niet, ik ben gewoon even aan het proberen. Ja. Het werkt wel, wat wel. Ik weet niet of dat de bedoeling is van de game, maar... Denk het. En nou? Ja, ik denk... die toren in, toch? Of niet? Pas op. Oeh. Shit. Schrok me de tandjes. Ho! Ik heb hier op de vat. Je hebt kogels. Ja, ik heb geen kogels. Alleen maar voor shotgun. Dus ja, kan ik wel even bijpakken. Ja, ik heb nog 4 kogels voor deze. Een beetje rustig mee aan doen natuurlijk. Oeh, die anderen staan wel goed bij de vat. Als ze nou een beetje blijven staan. Hoppa. Kom op, kom maar, kom maar. Oh, goddammit. Nice. 3-1 keer. Oh shit. Ik heb je al. Stond in de fik, denk ik. Oeh shit. Ik heb ook geen heel pakketjes meer of niks. Ook niet. Ja, dat wapen van Tahir is wel echt heel sterk, dat wel. Hé? Godverdomme. Hier is nummer 2. Oh ja, nummer 2 nog. Die heb ik ook al een paar keer geraakt hoor. Ik sta ook een paar keer met de barrels en shit. Het is jammer dat ze geen heel bar hebben ofzo. Oeh, oh man. Kom op! Hey, hebben jouw doos. Thanks. Ah man. Oh, ik ben ook neergekut. Fucking veel damage, jongen. Nee. Moet nog kunnen.
Oh, zo, oh, op de 2 seconden, grap. What the fuck? Intense shit. We gaan nog wel. Je moet gewoon niet, je moet echt niet te veel willen met die gasten. Gewoon 2 keer slaan weg, 2 keer, oh. Zo, die range gaat nog best hard ook. Als het domme, oh. Ook al loop je weg door die schokgolf van die armen, man. Ja, die golf inderdaad. Wat? Ik zit letterlijk in de container, grap. Ik word gewoon geraakt daar ook. Ah. Ik wil de hele tijd te veel. En geduld hebben met die jongens. Hebben ze. Nice. Oh nee. Oh. Ik dacht dat ik hem had, ouwe. Wat gebeurt er? Wat gebeurt? Ben je neer? Je ligt. Ik ben gewoon. Je ligt, maar ik kan je niet reviven. Ik ben gewoon meteen dood gegaan. Ja, ik ben nou ook neer. Ik zag jou vallen, maar ik kreeg geen optie om te reviven. Nee, ik was ook gewoon meteen dood. Oh. Hoogspanning. Oh, wat de hel? Die vent hier is eigenlijk gewoon een frituur, gek. Huh. What the fuck? What the fuck gebeurt hier dan? Kom. Holy shit. Verkeerde timing. Shit. Verkeerde timing. Oh verkeerde my god. Timing. Oh, ik kan je bergers bijpakken. Hier, die voor je. Oh. Ja, dag. Ik sta 5 meter verderop, man. Oh shit. Oh shit. Ik heb officieel geen healpakketjes meer. Die schokgolf is echt niet normaal, man. Oh, nu hebben we hem. Kijk, soms kun je echt lekker in zijn rug slaan. Dan blijf je achter hem. Maar dat duurt niet lang. Ah, ik pak weer dat andere wapen. Die bel, die vind ik toch niks. Hiermee kun je tenminste snel damage doen. Ja, dag. Hij sloeg dit keer niet eens. Hebbes. Nog even nog een paar keren. Motherfucker. Wat de hel, man. En dit was nog niet eens de eindbaas, moet je nagaan. Oké, oh. Oh. Er staat hier nog eventjes zo'n kereltje. Is neer. Klaar ermee, echt. Zou nog het niet. Steeds geen duidelijkheid. Zou het niet zo moeten zijn dat we iets... Ik denk moeten... een sleutel, man, om hierin te kunnen komen. Ja, maar dan hadden ze dat wel aangegeven, denk ik. Nou, betreed het onderstation. Ja, ik denk gelijk aan iets onder, natuurlijk. Oh! Ja, no shit, hoor. Ik heb een pasje gebruikt. Dat was het. Dat pasje wat we hadden. Maar ja, het is natuurlijk zo lang geleden dat we gespeeld hebben. Wat ik al zei, dames en heren, het is gewoon even helemaal nieuw. Ik heb zo'n vermoeden dat wij die... Oh! Oh nee, 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 nee. Dude! Dat ging ook dat het een zombie was. Ik denk... Gast! Hier gaan we weer. Kijk dit! Hij moest overwerken, denk ik. Die zag die 2 gasten komen. Fuck this shit, man. Ja. Now find the control panel at the base of the mast and turn it on. Let's get to the top. Gast, dit is... Aardig, maar, hoe? Ja, dat... Oh, er komt iets aan, denk ik. Een lift. Ja. Ja. Die muziek die staat me niet zo aan eigenlijk. Nee, zo! Ja, dat bedoel ik. Er zat iets in, hè? Ja, die lift die komt gewoon... Ding! Oh, nee, nee, nee! Mike! Installeer de versterker voor het bombardement. Ja, Moet ik al... Oh my god! Lukt het bij jou nog?
Nee. Ze komen aan. Tering, hé. Rot op, maat. Hier. Nou, ik zie geen tijdklokje staan, dus het zal wel. Oh my god. Waarom komen ze allemaal achter mij aan? Oh, nog 29 hield. Kom hier naartoe, kom hier naartoe. Ja, Mike, kom hier naartoe. Het is nog maar eentje, hè, maar. Nice. Oké. Okay. What the fuck? Ik ben echt klaar mee, hoor. Ja, dit zie ik ook echt niet meer zitten. Het is de hele tijd escalatie na escalatie, dames en heren. Oh, we moeten. Naar waar? Die kant? Ja. What the fuck, man. Naar waar? Ja, daar zo. Wat de goos. Hij opent bij mij iedere keer mijn map. Oh, wat? Fucking irritant. Misschien gevoelige controle. Hoe moeten we dit dan doen? Zo. Dit snap ik niet. Hè? Ik weet niet zeker of je naar die rode pilaren kan, zeg maar. Oh. Je hebt de vraag beantwoord. Dat kan. Oké, netjes. Ik ga het proberen. En nu? Nee. Oh! Wat? Ik had die trap niet gezien, dus was ik bang. Oh nee, hè. Wat is er? Oh, ik zie het ook al. Oh. Dit is wel een intense klimpartij, ja. Nog intenser toen we de vorige keer high waren. Oké, okay, nice. We zijn alweer een stuk verder. Ja, dat kan dus niet, want dat is allemaal. Oh, huh? Dus wel. Oké. Okay. Ik dacht dat jij niet op een klimmen, joh. Tering wat hoog. Nee! Oeh! Ja. Oh! Jezus. Ja, die komen tot leven. Van wapen repareren. Kan ik toevallig. Ja. Oké, dan. To the top. Oh, we zijn er al bijna, of niet? Nou, ik weet zo net nog niet, Mike. Als er maar geen sticky bom halverwege ligt. Ik weet van niks. Dat verhaal dat heb ik al meerdere keren meegemaakt. Oh. Oh shit, hé. Hey. Ja, ik val. Kutzooi, ik ben neer. Laat me maar liggen, hoor. Oh. Hier moet wij eens wezen. Oh, hier. Ah, mijn hand slaapt. Please listen. My name is Kyle Crane, and I'm sending this message from inside the Huron quarantine. Colonel Tanner and the Ministry of Defense have lied to you. Uh-oh. There are still survivors inside the walls. They plan to firebomb Huron, but if those bombs drop, you will know Tanner and the Ministry are cold-blooded murderers. Too close.
Why would you do that? I never found out who had your precious file. You don't even have to pay the rest of my fee. Water under the bridge, Kyle. We're best off just to move past that. All you need to do is to bring Dr. Zara's research with you. You realize I know what was in the file. I knew you were going to exploit the virus. Oh, godverdomme. You need the cure now for spin, don't you? That's the only way you could get out of this. Try to convince everyone you were working toward a cure the whole time. Don't be ridiculous. Bring us the research. We'll be fine. You want the research? Just fucking wait for my signal. Savvy, you there? The amplifier's installed. Brilliant, Crane. Now just zip line down. That tunnel I mentioned is near where you land. Okay. Dit duurt heel lang. No. Ja, tuurlijk. Wow! Wat gebeurt er? Ah! Tiny Pingwings! Het kan ook gewoon nooit eens een keer goed gaan. Echt. Nee, dat klopt. Verschrikkelijk. Dit spel weet wel hoe het om het lastig te maken, inderdaad. Laat me raden. Komen hier bovenaan nog meer zombies. Tja. Het zal me niks verbazen. De tunnel. Oh, is hier al. Nee, niemand hangt hier aan zijn keel. Oké, goed. Toch vertrouwen voor een meter. Ik ook niet. Want die deur die zit al op slot. Geen goed teken. De lichter flikkert hier niet naar me zin. Nothing can go wrong with this plan. Ik denk het ook niet. Dan kom je zo meteen in die zoek omgezet, hè. Dan word je gewoon misselijk van, echt. Nou, veel erger als die enemies van net kan het niet wezen, denk ik. Holy shit! Oké. Nou, je weet wat te doen staat. Rustig jongens, doe rustig. Die ene is gewoon een timmerman. Of zoiets. Bob de Bouwers hier allemaal. Die hebben iets te lang gewerkt in deze tunnels, denk ik. Op HBO heb je nou toch die serie van The Last of Us? Ja. De laatste aflevering was de... Of ik kijk achter de schermen. Oh man, ja, ik ben nog helemaal niet begonnen aan de Last of Us. Dat was een making of, hoe dat ze dat gemaakt hebben, jongen. Echt, hè? Oh nee, oh niet shit. Meer zo. Kom op. Heb ik je? Ja, ik had je, nice. Mijn god, heb ik geen kogel? Ja, ik heb 2 kogels. Hier, oh shit. Fuck this shit, man. Rennen. Oh my gosh. Oh, jij doet even rustig een kistje nog. Je weet maar nooit. Rennen! Rennen! Oh, koffie. Rennen! Ja, nog één. Oh my god. Ja, we nemen de benen maar, denk ik. Oh. Oh shit. Oh shit. Ga dan ontploffen. Oh my god. Ik ben er langs. Ja, nice. Jij ook. Oh, moeten we hier? Oh mijn god, moeten we hierheen? Nee. Dit is niet best. Dit is niet best. Tering, hé. Ik vind het... Oh my god, man. Nog een Bob de Bouwer? Die heeft een fucking wapen vast, gek. Ja, joh. Allemaal. Aha. Oh, achter je! Oh. Holy shit, ouwe. Dit is gewoon niet normaal meer. Ze blijven komen. Ja, welke kant moeten we op? Oh, ik denk gewoon hier doorheen, ja. Wat de hel, man. Misschien kunnen die ontlopen.
Oh shit. Oh ja, ik had denk ik mijn zaklamp aan. Vandaar dat ze me zien. Oh shit. Moeten we hier overheen? Ja. En ik heb trouwens helemaal zaklamp niet aan. Oké. Okay. Ik had hem aan. Ja, ik heb voor de zekerheid maar even uit, want misschien dat je ze dan een paar kan ontlopen. We zijn er wel aan een game begonnen, Sjoer. Mijn god. Tja. En de skills dit bij je kan toevoegen. Zijn het weer van die gasten hier, nee of wat? Nee, weet ik niet. Man. Ik ga er niet naartoe. Hoor. Oh, dan dit moet gebouw. Hier wel ergens op deze vloer zijn, maar waar? En hoe komen we hier binnen? Oh, hier. Holy shit. Ja, holy shit, ja. Yeah. Kom op. Oh, ik schoot per ongeluk. Was niet de bedoeling. Hij was wel raak, oh my god. Zo! Zo! ik heb hem gewoon door midden gejukt. Ik zie het! Ik had een slow-mo kill. En twee EHBO-dozen hebben ze bij. Oké, Sjoerd, ik weet niet of dit misschien een makkelijk moment is om te eindigen. We zitten op de 43 minuten. Ja, dat kan wel. Dat gaan we niet meer pushen naar het einde, denk ik. Even het beeldje mee pakken. Deze komen toch niet binnen, denk ik. Tiny Pingwings. Voordat wij deze lift ingaan, moeten wij jou helaas wel eventjes teleur gaan stellen. Want we gaan hier de aflevering eindigen. Mocht je deze aflevering leuk hebben gevonden, even een duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Vergeet ook niet dat belletje drukken om te horen van elke nieuwe video. Vergeet natuurlijk niet op de TikTok te... Ja, ik wil abonneren zeggen, maar volg Sjoerd Bogers op TikTok. Linkje staat in de beschrijving. En dan zien jullie ons zo snel mogelijk weer terug in een nieuwe Dying Light aflevering. Later, Tiny Pingwings.